Waarmee bombardeert het heelal jou elke dag weer? Dit is de Universiteit van Nederland. Je zou het niet denken, maar je wordt continu gebombardeerd. En dat is niet alleen maar door licht van de zon, maar er zijn ook mystieke deeltjes. Mystieke deeltjes, en die deeltjes noemen we neutrino's. Wat dat nou precies zijn, daar ga ik het komend college. Duidelijkheid over schaffen. Nou ja, duidelijkheid. Ze hebben nog steeds eigenschappen. De fundamenten van die eigenschappen. daar zijn we nog steeds niet helemaal achter van hoe dat nou precies in elkaar zit. Maar het zijn mystieke deeltjes, spookdeeltjes. Als ik mijn duimnagel zo hou. gaan er 10 miljoen van die deeltjes. door mijn duimnagel heen per seconde. Die gaan niet alleen door mijn duimnagel. die gaan door mijn lichaam. die gaan door de aarde. Die komen van de andere kant van de aarde. en die gaan door de aarde en door mijn lichaam. En heel af en toe, heel sporadisch, vindt er een botsing met materie plaats. Dus die dingen zijn heel moeilijk te detecteren. Dan kun je een detector bouwen, maar de kans dat er in die detector een botsing plaatsvindt met zo'n deeltje is heel erg klein. Een vreemd fenomeen dus. We kunnen heel diep in het heelal kijken met telescopen, met radiotelescopen. We kunnen met supermicroscopen zoals bij het CERN, de Large Hadron Collider, kunnen we binnenin materie kijken. Maar om nu precies te begrijpen van hoe dat zit met die spookdeeltjes, moeten we terug in de, in, in de geschiedenis. Elementaire bouwstenen van het heelal is dit misschien een van de elementaire bouwstenen in het heelal. Als je teruggaat naar midden 1800, zo 1860, dachten we eigenlijk van, nou, die indeling van de bouwstenen, de legosteentjes, waarmee je alles kunt samen patchen om de chemische elementen bij elkaar te krijgen en de verbindingen bij elkaar te krijgen, was wel compleet het periodiek systeem. Dat kent iedereen van zijn middelbare school altijd. Totdat eind van die eeuw een soort revolutie intrat. Röntgen deed een experiment met een stroompje door een buis laten lopen, een vacuümbuis. en vervolgens zag je de straling afkomen. Als je dan een fotogevoelige plaat achter je hand legde, en je hield die buis met die, waar die straling van afkwam, dan ging die straling door je hand... En zag je een afbeelding van je hand en je botten op die fotogevoelige plaat. Wat was dat nou, die straling? Wat was dat nou voor iets? Kort daarna deden Curie en Becquerel een experiment. En die zagen ook iets van straling. Maar een ander type straling, wat ze ook niet erg begrepen. Eind van de eeuw, 1800, ontdekte Thomson het elektron. En daar gebruikte hij wat we noemen de kathodestraalbuis voor. Dat experiment van Röntgen maakte gebruik van die. Straal, en daar heeft uiteindelijk Thomson zijn elektron mee ontdekt. Dat betekende dat naast dat periodieke systeem opeens een fundamentele bouwsteen, een nieuwe bouwsteen, tevoorschijn was gekomen. Toen ontstond de echte revolutie. In het hele atoommodel kwam toen op losse soeven te staan. Dat ontwikkelde zich snel tot een model zoals dat hier hangt. Een kern met omheen een wolk van elektronen. Er werden veel experimenten gedaan in die tijd. Mensen proberen een verklaring te geven. Maar wat zagen Becquerel en Curie nu eigenlijk? Nou, dat blijken uiteindelijk elektronen geweest te zijn. Want Als je dan kijkt naar radioactief materiaal, een uraniumzout waar zij mee experimenteerden. Je zet daar een elektrondetector omheen, dan zie je dat daar een elektron geproduceerd wordt. Dus er gebeurt iets in dat atoom, in die atoomkern, die zorgt dat er een elektron uittreedt. Als je nu dat, uh, dat uh, experiment nader analyseert, en dat kan ik mooi illustreren door een aanval te doen op deze meloen. Als ik die meloen nou zo beschouw, die ligt stil, en die meloen die snij ik nu in twee stukken, als me dat lukt tenminste, zo. En ik laat die twee stukken meloen allebei een kant op vallen, zo. Dan kan ik beredeneren, dat ding dat lag stil, dus als deze... Helft nu deze kant op valt met een bepaalde snelheid, met een bepaalde energie, dan valt deze met dezelfde snelheid de andere kant op, met dezelfde energie. De totale energie waarmee ik startte, was nul, het ding lag stil. Ze krijgen allebei bewegingsenergie En die moeten elkaar netjes compenseren, want anders is energiebehoud geschonden. Dus dat betekent eigenlijk, als ik naar dat atoom kijk en ik kijk naar dat verval van die uraniumkern. En ik meet de energie van dat elektron, en ik meet de energie van de kern die overblijft. Dan zou die energie van dat elektron precies moeten compenseren. Die energie die er overblijft in die kern. Die experimenten zijn gedaan, die metingen zijn gedaan. En wat bleek? De energie van dat elektron varieerde. En dat was een grote puzzel, natuurlijk. Hoe kon je dat nou verklaren? Pas in, uh, in 1930 kwam. Iemand als Pauli op te proppen met een mogelijke verklaring. Die zei: Er moet daar een ander deeltje ontsnappen, die zorgt dat, dat die energiebalans weer hersteld wordt. Dat deeltje kan niet elektrisch geladen zijn, hè, want dan klopt sowieso die hele structuur niet. En elektrisch geladen deeltjes moet je kunnen detecteren, dus het moet neutraal zijn. Kort daarna, in 1932, werd het neutron ontdekt als bouwsteen van, van, van de kern. Dat kon het niet zijn. Dus in 1933 kwam Fermi op te proppen met het voorstel. Dat moet een klein neutron zijn. Een soortgelijk object, elektrisch neutraal, maar misschien veel kleiner. En daar is de naam neutrino van afgeleid. Nou, dan hebben we neutrino's. Dat is een postulaat, een stelling. Moeten er moeten neutrino's zijn. Nou, het heeft tot de jaren 50 geduurd dat Cohen en Reins in 52 beredeneerden. Ah, maar als er een neutrino geproduceerd wordt. Dan moet er dus een kans zijn dat dat neutrino ook gedetecteerd kan worden. Dan kan ik twee dingen bedenken. Ik moet of een enorme detector bouwen, zodat ik de kans vergroot dat ik ooit eens zo'n neutrino-interactie zie. Of ik moet een bron hebben met heel veel neutrino's. Wat zij opzochten was een kerncentrale. Daar vindt kernsplijting plaats. Die kerncentrales bestaan al sinds kort na de oorlog. Wordt energie opgewekt, maar er worden ook, is eigenlijk kernverval. Er worden ook neutrinos geproduceerd in grote hoeveelheden. Dus wat zij deden was een groot vat water plaatsen voor die, dat reactorvat van die kerncentrale. En gaan zitten wachten tot ze wat zagen. En wat zagen ze inderdaad? Heel af en toe zagen ze een lichtflits. Dat betekende dat er een interactie was van een, neutron, een neutrino met een atoomkern. Er kwam een elektron bij vrij. En dat elektron zorgde voor een lichtflits in die detector. En zo konden ze beredeneren dat als ik zoveel neutrino's heb, dan verwacht ik zoveel lichtflitsjes. En dat, dat kwam aardig overeen. Dus het is een heel zeldzaam proces. En wat erachter zit, is dat dat neutron, dat bouw, die bouwsteen van die kern, transformeert in een proton. Een elektron, wat ik hier aangaf. Plus dat neutrino. Als je nu kijkt naar de zon, want we zien. Ik gaf al aan, we zien een hele hoop neutrino's uit het heelal komen. Dan moet je je afvragen, waar worden die dingen dan geproduceerd? Nou, als ik nu de processen op de zon analyseer, dan zie ik dat daar een soortgelijk proces optreedt als in een kerncentrale. Ietsje anders, want in plaats van kernsplitsing vindt er kernfusie plaats. Waterstof wordt gefuseerd tot helium. Dat helium is iets zwaarder. Daar komt energie bij vrij, in plaats van dat ik een kern uit elkaar splijt. En dat er energie bij vrijkomt. Maar in wezen, wat daar optreedt, is dat de protonen, waterstof, omgezet worden in neutronen. Dus het omgekeerde proces van wat ik net demonstreerde, van wat Curie en Becquerel zagen. Nou, dat omgekeerde proces betekent dus ook dat er neutrinos vrij moeten komen. in die transformatie van het proton naar een neutron. En die neutrinos worden uitgezonden door de zon. Nou, om een idee te geven, per seconde wordt 4 miljard kilogram waterstof uitgezonden verbrandt in de zon. Iedere seconde. Dat betekent dat de massa van de zon. iets met 4 miljard kilo. per seconde afneemt. Dus gelukkig is die zon heel erg groot. Dus die blijft nog wel een tijdje. ons voorzien van energie. De hoeveelheid neutrinos die daarmee geproduceerd worden. is enorm. Als je denkt aan het kleine oppervlak van mijn, van mijn vingernagel. In 1998 is er dan een groot experiment, wederom met een watervat, à la à Cohen en Rhines, in een mijn in een gebied in Japan, duizend meter onder de grond, dus netjes afgeschermd van andere invloeden. En die species, dat is heel puur water, hebben ze in een groot vat van 40 meter hoog, 40 meter diameter gezet, en wat ze daar doen is wederom kijken naar lichtflitsjes. En die lichtflitsjes, die zien ze inderdaad ontstaan. En dat is het een heel intelligente experiment, want niet alleen kunnen ze ontdekken ze dat die neutrino's een hele kleine massa heeft, hebben. Dus eerst werd altijd gedacht dat die met de lichtsnelheid zou bewegen, masseloos zouden zijn. Ze ontdekken dat dat neutrino met een iets kleinere snelheid beweegt, dus een hele kleine massa heeft. En het blijkt ook dat ze, gevoel, ze, ze maken die, dat apparaat ook gevoelig voor andere interacties. En wat zien ze? Andere lichtpatronen zien ontstaan in die, in die detector. In de eeuw daarvoor, dus in 1900 1930 is een zwaar elektron ontdekt, het muon, een zwaar partner van het elektron. Daar blijkt een neutrino bij te horen. In de jaren 70 is het tau ontdekt, wederom een zwaar elektron, maar nog zwaarder dan dat rare mu-elektron, zeg maar. Maar er hoort ook een neutrino bij. Dat is pas in 2000 echt experimenteel waargenomen. Maar wat ze daar eigenlijk uh, kunnen detecteren is: als er een muon in dat vat ontstaat in zo'n botsing, dus een, je ziet helemaal niks. Je ziet op een gegeven moment een lichtflitsen ontstaan. Dat patroon is anders. Dus er komt een neutrino binnenzeilen. Er wordt een muon geproduceerd. Dat kan dan alleen geproduceerd worden door een muon-neutrino. Dat was een ontdekking. Wat verklaarde dat? Wel, als ze nou het aantal lichtflitsen gingen tellen vergeleken met het aantal neutrino's wat op de Zon geproduceerd werd, dan miste ongeveer de helft. Dus ze kregen maar iets van 50% van de interacties in dat vat van wat ze verwacht hadden. De enige manier waarop je dat kunt verklaren is, nu je dat muon ook tevoorschijn ziet komen, dus dat er een muon-neutrino in dat vat terechtkomt, is dat de identiteit van die neutrino's misschien niet stabiel is. Dat die neutrino's zich als een chameleon kunnen gedragen. Een elektronatrino kan wisselen, zich transformeren in een muonneutrino. Een muon kan weer transformeren in een elektronatrino. Dus op weg van de zon kan de identiteit van die neutrino's veranderen. En er zijn drie smaken neutrino's. Elektronneutrino, muonneutrino en touwneutrino. Dus dat betekent uiteindelijk eindig je op het aardoppervlak met iets van 50% van de oorspronkelijke bron, 100% elektronneutrinos. Een magisch deeltje dus. Dus waarmee bombardeert het heelal jou elke dag? Met deeltjes, spookdeeltjes, hele vreemde deeltjes, magische deeltjes, want ze hebben allerlei rare eigenschappen. Bijvoorbeeld als ik een naar voor een spiegel zou kunnen plaatsen, dan zie ik geen spiegelbeeld. Dus het wordt ook wel vampierdeeltje genoemd. Zijn ze mysterieus? Jazeker, want ze kunnen ook van identiteit verwisselen. Dus ze gedragen zich ook als een soort chameleon. Dat, daarmee wil ik het college afsluiten.